allemaal, hier ben ik weer, Dilayla Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. We gaan vandaag verder met de geheime magische betekenissen achter woorden. Woorden, etymologie, woorden, alchemie. Dus ja, ik heb nog zoveel met jullie te delen en ik ga het vandaag hebben met jullie over water. Wat heeft water voor invloed? En waarom hebben woorden krachten? Ja, dat moet ik jullie uitleggen van tevoren, want dan snap je namelijk hoe belangrijk het is om bewust om te gaan met je woorden. En met je gedachten. Nou, de meeste van jullie kennen denk ik wel Masaru Emoto, maar voor de mensen die het niet weten, ga ik het nog eens uitleggen wie Masaru Emoto is. Hij is een wetenschapper en hij doet onderzoek naar water. Je kunt ook Masaru Emoto terugvinden in de documentaire What the Bleep Do We Know, voor de mensen die hem nog niet kennen. Je hebt deel 1 en deel 2, Down in the Rabbit Hole is deel 2. Super interessant, gaat over quantum physics, dus quantumfysica. En kwantumtheorieën en wat het nou eigenlijk precies allemaal is en hoe al die fotonen en al die dingetjes eigenlijk allemaal werken. Maar ook vooral wat water nou eigenlijk is. En deze man heeft dus onderzoek gedaan naar water en heeft eventjes kort door de bocht gezegd 2 bakken met water genomen. Hij heeft tegen die ene bak met water alleen maar negatieve woorden gezegd en gedachtes geuit en ook teksten erop geschreven met ik haat je, je bent lelijk, moordenaar, moord, weet ik veel, de meest gruwelijke dingen. Dan heeft hij tegen die andere bak met water, het positieve water, heeft hij alleen maar mooie dingen gezegd, dus tegenovergestelde. Nou, en ook erop geschreven, ik hou van je, schoonheid, liefde, al deze mooie dingen. En dat heeft hij ingevroren en na een aantal uren hebben ze het eruit gehaald om te kijken of gesproken woorden en gedachten en ook zelfs teksten die erop geschreven zijn, dus de intenties achter de woorden, of die ook invloed hebben op het water. Nou, hij zag aan dat negatieve water dat het troebel van kleur is geworden. Dus een beetje bruin van kleur, was niet meer mooi van kleur, lelijke vormen, was gewoon een beetje een slootwater geworden. En dat zagen ze allemaal onder de microscoop. Dan zagen ze bij dat positieve water alleen maar glashelder water en prachtige vormen. Het was gewoon prachtig. Wij mensen, 72% uit water bestaan. Wat doen dan negatief gesproken woorden en gedachten met ons? Ja, en wat doen positieve gedachten met ons? Water is het meest beïnvloedbare element dat er bestaat. Op deze planeet is 70% van deze aardbol water. En wij bestaan dus 70 à 72% uit water. Is dat niet apart en bijzonder? Alles wat je om je heen ziet is water ook. Het is van een waterachtige substantie. De moleculen die hier zweven in deze lucht. Kijk recht voor je neus. Kijk in de lucht, zeg maar. Niet in de lucht naar boven, maar kijk hier recht voor je neus. En soms als het heel warm is, kan je het wel eens goed zien. Dan is het niet die hitte die ik bedoel. Maar dan kan je, zeg maar, als het licht is, kan je al die kleine moleculetjes allemaal zien bewegen. En dat is allemaal materie. En die materie, daarom komt ook het woord materialiseren vandaan. Want we doen iets met de materie. Dus het is niet, je mag niet materieel zijn. Want overal is materie en materialisme. Alleen je mag niet hebzuchtig zijn. Dat is wat anders. Dus materie zit vol met waterachtige substantie, noemen ze het ook wel. En dat is super interessant, want daar hebben wij dus invloed op met onze intenties die wij uiten. En dus water is het meest beïnvloedbare element. Daarom is het zo belangrijk om positief met jezelf om te gaan. Positieve woorden te gebruiken. Je bewust te worden van woordenbetekenissen. Want woorden, hoe gaan we nou woorden eigenlijk de etymologie erachter vinden? Nou, als je etymologie van woorden wil gaan bestuderen, dan moet je eigenlijk de woorden weer zoals vroeger. Ja, dan kom ik terug op school. School vind ik helemaal niks. Maar goed, het maakt niet uit. Je hebt ook dingen die er wel goed waren. En dat is bijvoorbeeld het begin van het leren lezen is hakken en plakken. Nou, als je een woord gaat hakken en plakken, dan pas ga je de ware betekenis vinden achter woorden. Ja? Hoe kom je aan die betekenis van waarom is dit woord op die manier samengesteld? Bijvoorbeeld eigen lijk, zoals ik in de voorgaande video heb, of slachtoffer. Dat is een offer voor de slacht. En dan kom je echt achter dat je denkt van, wow, zo zitten woorden dus eigenlijk in elkaar.
Dan heb je ook bijvoorbeeld dat woorden je ziek kunnen maken. Ja, absoluut. Woorden en gedachten kunnen je ziek maken. Je hebt ook super interessant, waar je zeker in kan verdiepen. Dat heet de Germaanse geneeskunde. En dat is een arts. En die heeft onderzoek gedaan naar of gedachten en woorden dus ja, je ziek kunnen maken. En traumatische ervaringen bijvoorbeeld. Nou, dat is absoluut waar. Want elke ziekte, daar is hij ook dus achtergekomen. Elke ziekte van binnenuit komt en niet van buitenaf. Ja, wel van buitenaf qua je kan beïnvloed raken. Maar niet zozeer uit een virus of dat soort dergelijke dingen wat mensen willen zeggen. Of dat mensen beweren en denken. Nee, je wordt ziek eigenlijk hoe jij met jezelf omgaat. Omdat je niet in harmonie bent, dus niet bewust ook bent van jouw zijn. Een onderbewustzijn bestaat ook eigenlijk niet. Dat staat ook in de Meester van het Verre Oosten. Dat is een fantastisch boek. Daar staat in dat je lichaam is altijd bewust. Je kan niet onderbewust zijn. Want je lichaam weet altijd dat je hart moet kloppen. Dat je bloed moet stromen. Dat je lichaam moet bewegen wanneer jij daar opdracht aan geeft. Het is zich altijd bewust. De term onderbewust komt van onbewust af. We zijn niet bewust in het heden bezig met onszelf. Ja? Dus onderbewust komt af van onbewust. Als we dingen dus heel vaak herhalen, dan wordt het een automatisme. En dat noemen we ook wel eens dat het komt in het onderbewustzijn. Ja, omdat we ons dan niet meer bewust bezig zijn met het herhalingsproces. Dus dan wordt het automatisme. Dan kunnen we het beter misschien automatisme noemen. En dat we dan wel weten dat we ons bewust daarmee bezig zijn. Dus ons lichaam is zich bewust van wat het doet. En het wordt geprogrammeerd door herhalingen. Dus als wij dingen veel herhalen, wat ze nu eigenlijk op de mainstream media de hele dag doen, negatieve shit, negatieve shit, negatieve shit. Ja, dan pikken mensen dat op en laten zich beïnvloeden, omdat het water dus beïnvloedbaar is. Ja, het meest beïnvloedbare element, pikken ze dat op en gaat het dus automatisme worden, omdat ze zich er wat van aantrekken. Als je bewust ervan bent, dan laat je die negatieve energie niet toe. Dan ga je er ook niet meer naar luisteren, ga je het afzetten. Dan denk je, weet je, tot daar en niet verder. Ik doe een elektronische bol om mij heen, ja, die deze negatieve energie buiten laat. Want jouw geest, ja, alles wat je hier denkt, bestaat. Let op mijn woorden, het bestaat, anders zou je niet kunnen denken. Ja? En die gedachten zijn zo belangrijk om die in harmonie met jezelf om te laten gaan. Dus in, ja, dat je in harmonie blijft. Negatieve gedachten maken je ziek, omdat deze dus jouw water beïnvloeden. Mensen zeggen wel eens, ik voel het aan mijn water, dat er iets negatiefs aan gaat komen. Ze voelen bepaalde trillingen, ja? Ik voel het aan mijn water. Nou, je zit inderdaad, die spreukwoorden, hè, die hebben altijd gelijk eigenlijk. Of zijn al een voorbode van iets, leggen het heel goed uit dat je uit water bestaat. Nou, die arts van de Germaanse geneeskunde, die heeft onderzoek gedaan naar kanker bijvoorbeeld. Hij had zelf prostaatkanker, als ik het goed heb, teelbalkanker, zoiets achtigs in ieder geval. En zijn zoon was voor die tijd verongelukt in een auto-ongeluk. En daar heeft hij heel lang last van gehad. Dat kon hij niet loslaten. En ja, daar heeft hij emotioneel heel veel problemen mee gehad. En toen is hij dus, nadat hij ineens kanker kreeg na 3 jaar... is hij dus al zijn patiënten gaan ondervragen of die ook misschien een traumatische ervaring hadden meegemaakt. Want hij zag daar een verband. Hij denkt, nou, het kan wel daar iets mee te maken hebben gehad. Want daar ging ze door zo'n hel. Dus toen heeft hij hersenscans gemaakt bij die mensen die kanker hadden. Allemaal andere soort kankerverschijnselen. En is hij gaan kijken van, nou, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? En toen zag hij ook, laat het hier ook zien, dat er op de hersenstammen dus verschillende plekken waren. Dus vaak als de een bijvoorbeeld longkanker had, dan zat het op die plek. En als die longkanker had, zat het op die plek, zoals je dat hier kan zien. Bijvoorbeeld nou borstkanker, dan zat het op die hersenstam hierboven. Ja, boven aan het topje. Longkanker, dan zat het, is dat die roze plek bijvoorbeeld. Dan zag hij eigenlijk een soort van kringvormige afbeelding. Of een plek zag hij op die hersenstammen. En hij denkt, wat is dat nou toch? Dus, maar die plek, die vertegenwoordigde dus de plek ook in het lichaam waar die kanker zat. Dus de emotie, eigenlijk een shockreactie, die het lichaam dus zeg maar uit, die de gedachtes uiten op het lichaam. Dus de intentie van die shock, van die traumatische ervaring,
die uitte die mens op een plek in het lichaam. Dus, en dat zag je op de hersenscan, welke plek dat dus was. En toen dacht hij, hey, daar is dus een verband. Dus als mensen dus een langdurige stresssituatie hadden, of een langdurige zorg, hè. Je hebt bijvoorbeeld heel lang voor iemand gezorgd en die ziek en zich ziek is, en daar heb je zoveel emoties van, of je bent iemand kwijtgeraakt, of weet ik veel, je komt zelf in een of andere stresssituatie of een angstsituatie terecht die heel langdurig aanhoudt. Ja, dan je geest zegt dan eigenlijk, of hoe zeg je dat, ja, die hersenen zeggen eigenlijk, geven een signaal aan jouw lichaam van hé, hey, er is iets aan de hand, er is stress. Ik moet op dit moment extra weefsel aanmaken om dat orgaan te beschermen. Want elke gedachte is verbonden met een plek ergens in het lichaam. Dus als je een stressemotie hebt, bijvoorbeeld nieren, daar komen angst vandaan. Daarom doen ze ook dat adrenochroom oogsten. Voor wie dat nog niet weet wat dat is, zoek het alsjeblieft uit. En dat komt vanuit de nieren. Nieren produceren namelijk angsthormonen, dus stresshormonen. Dat is eigenlijk een hele lage vibratie in trilling. Dus een energie wat er vrijkomt, wat ook weer voor adrenaline zorgt. Ja? Dus een vlucht- of een vechtreactie. En die adrenaline komt vrij door middel van angst en stress, omdat je moet overleven. Dus dat is wel een hele grote kracht, maar niet een zuivere kracht. Ja? Dat resoneert, dat gaat eigenlijk in een langdurige negatieve kracht op die manier, dus langdurige angst, zorgt voor kwalen en problemen in je lichaam. Nou, dus hij is dat gaan onderzoeken en is erachter gekomen dat men dus zichzelf kan genezen door middel het proces te laten gebeuren, zeg maar. Als jij in een negatieve, langdurige situatie zit, dat je dus even op dat moment niet door hebt, dus je bent je daar niet bewust van, wel bewust van de situatie, maar niet bewust van wat het met je lichaam doet, want het doet letterlijk pijn. Ja? Ik bedoel, en rouwen om iets, of iets heel erg missen, of liefdesverdriet, of verlies of zo, dat kan heel erg hartverscheurend zijn. Nou, hoe komt het nou ook dat het hartverscheurend is? Je hebt zeg maar een aura gedeeld. Ja? Eerst was jouw aura van jou, dat is sowieso een aura, is sowieso van jou, maar Je bent het ineens gaan delen met iemand. Dus iemand komt bij jou in die aura. Zo moet je het eigenlijk zien. In jouw energieveld. En als je dus die energie met die ander deelt, ja, dan gaat het samensmelten. Sommige mensen zijn ook zo afhankelijk geworden van die ander, dat ze ook denken dat ze niet meer kunnen leven zonder die ander. Dus wat gebeurt er dan ook? Je geeft jouw aura eigenlijk ook aan die ander. Je laat hem samensmelten. Als jij een verlies of een rouwproces of iets doormaakt, of een kwaadheid kan het ook zijn, dan wordt die aura eigenlijk een soort van doormidden gesneden. Ja? Dus je wordt van je afgerukt. En dat doet pijn. Ja? Als iets ineens doormidden gesneden wordt, ja, jouw hand wordt eraf gehakt of zo, dat doet heel veel pijn. En dan moet jij in een genezingsproces komen, in een verwerkingsproces kom je dan terecht. Sommige mensen kunnen niet makkelijk verwerken, omdat ze niet weten hoe het moet. Dan word je ook niet ingeleerd, dan krijg je niet op school natuurlijk. Nee, natuurlijk niet op school krijg je niks geleerd, behalve de basisdingen. En wat eigenlijk dit de basis zou moeten zijn. Maar goed, dus dat moet helen. Ja? Dus je moet zien dat je aura eerst rond was en dat is ineens, hup, hier zo afgesneden. Dat moet weer langzaam gaan helen, moet weer rond gaan worden. Je moet weer je eigen energie terechtkomen. Dus je zat in de energie van een ander, maar ook van een emotie, van de pijn die je voelde. Het voelt ook alsof je hart eruit gerukt wordt. Ja? Dat noemen ze dus ook rouwen. Maar in ieder geval, als je dus dit doorhebt, ja, dat je in een, dus jouw lichaam, dat krijgt een signaaltje van, hé, ik moet extra weefsel aanmaken, want dat orgaan is in gevaar. Ja? Want je gedachten gaan samen met jouw lichaam. Dus jij drukt een gedachte uit op een bepaald orgaan. Wat ik net vertelde, in de nieren maken dus angst aan. De alvleesklier is bijvoorbeeld angst voor de toekomst. Dus ook weer, heeft ook weer met angst te maken. Maar ook, hier, dat zegt hij dus ook. Dus wat voor angsten er dus zijn. Dus bijvoorbeeld de borstkanker, ja, familieconflicten, hè, of angsten. Dat je van je eigen nest, hè, je eigen nest verlies misschien met je familie. Of je hebt een conflict met je familie, wat je niet kan loslaten. Dat doet heel veel pijn. En dat kunnen mensen dan op dat moment niet verwerken, omdat ze zich er niet van bewust zijn. Maar dat extra weefsel wordt dan aangemaakt op dat ene orgaan. Wat dan, ja, of andere orgaan. En
Als jij dus in een verwerkingsproces komt en je gaat het loslaten, wat gaat er dan gebeuren in je lichaam? Je gaat jezelf genezen. Maar wanneer dat genezingsproces ingezet wordt, krijgt het lichaam een signaaltje van de hersenen. Die zegt, ik ben van het probleem af. We hebben dus niet meer extra weefsel nodig. Nou, op het moment dat dat weefsel dus afgebroken wordt, gaat die persoon ziek worden. Hè? Wat gebeurt er als jij bijvoorbeeld verkeerd eet? Ja, dan krijg je koorts, je hebt bijvoorbeeld iets bedorvens gegeten of zo. Dan krijg je buikpijn, je voelt je niet lekker, je krijgt zweetuitbarstingen, of je moet naar de toilet, of je krijgt koorts, of iets dergelijks. Nou, dus dat lichaam, dat gaat die gifstoffen of die extra troep, zeg maar, wat eruit moet, dat doet hij er ook uit. Zwetend of diarree of kotsend, dat maakt niet uit. Dat is, het lichaam zegt, het moet eruit. Nou, en dat doet hij ook met dat weefsel. Dus dat weefsel, dat is je aan het afbreken. Waar hun van zeggen, ja, de kerk, de medische wereld, of de hoe noemen ze dat? Die dark magicians noem ik het eigenlijk maar, de duistere magiërs, die voor jou de stempel geven, u heeft kanker, dus ze geven een vloek op jou. Ja? Dus je wordt vervloekt op dit moment. Dus je krijgt weer een shock. Dus omdat je gaat naar de dokter omdat jij je niet lekker voelt en je denkt, ik heb iets. Ja, ik voel me niet lekker. Maar eigenlijk op dat moment ben jij dus jezelf aan het genezen. Ja, je lichaam zit in een genezingsproces, een verwerkingsproces, waarvan je denkt, ik heb dat extra weefsel niet meer nodig. Want we zijn van die rommel af. We laten het los. We hebben al die ellende niet meer. We voelen het niet meer. We gaan door met ons leven. En dat wil het lichaam genezen. Dus de onwetende mens, die gaat dus naar de dokter op dat moment. En dan geven ze jou de stempel. U heeft kanker, meneer. Nou, wat gebeurt er? Of mevrouw. Wat gebeurt er? Jij krijgt weer een shock. Omdat jij zo onwetend bent over jouw eigen proces. Ja? Je weet niks over jouw gedachten. Je weet niets over je lichaam. Je hebt je hele meesterschap over jezelf ben je verloren. Ja? Of heb je vanaf jouw geboorte daar nooit meer kennis van genomen, zeg maar. En je gelooft iemand die daar dan zogenaamd in gespecialiseerd is, ja, alleen maar medicijnen heeft gestudeerd, ja. Die gelooft jou op dat moment, die een vloek op jou afwerpen en zeggen, mevrouw, u heeft kanker. Dat is gevaarlijk. Dus ze planten een zaadje, hier weer, dus die druppel, hè, die druppelvormige, die kringen, dat ik zei, alsof je een boom doormidden zaagt, al die kringen, die zie je dus op die hersenstam. Die is er ineens weer. Oh, wat denkt het lichaam? We gaan niet meer opruimen. Nee, we moeten weer extra weefsel aanmaken, want we hebben weer een shock. Ja, we hebben weer zo'n shock. Dus je komt weer in die angst terecht. Weer in een conflict met jezelf. En dat lichaam gaat weer extra weefsel aanmaken. En door die vloek, ja, die jij aanneemt, want ze kunnen je alleen vervloeken als jij het aanneemt. Als je daar bewust van bent, ga je dat niet aannemen. Ga je deze energie teruggeven? Ga je ze terugzenden? Ja. Jij bent de bewoner van je eigen leven en eigen lichaam. Jij geneest jezelf. We moeten alleen in harmonie komen. Als je dus niet in harmonie bent met je gedachten, dus je bent niet meer helder aan het denken, dat heet ook dus helderziendheid. Ja, helderziend, het woord, dat is ook weer etymologie. Je bent helder aan het worden. Als je dus bewust bent, als je inzicht krijgt, word je helder en ga je helder nadenken over dingen. Dus word je helderziend. Dat is gewoon heel logische benaming. Maar als je dat dus niet bent, ja, dan ben je dus troebel. En ben je dus angstig en onwetend en onzeker. Je wordt onzeker gemaakt. Dus je bent bang jezelf te verliezen. En je bent eigenlijk dan op dat moment al jezelf kwijt. Dus dan zie je die lijkenkist al voor ogen. Ja? Omdat ze je een vloek geven. En dan zeggen ze ook nog, u bent uitgezaaid. Dus ze zijn een plantje. Ze zijn een zaadje. En dan zeggen ze, u bent uitgezaaid. Als je die angst dan zo erg hebt, dan creëer je dus nog extra meer weefsel. Dus op dat moment, als iemand zoiets tegen jou zegt, dus je moet bewust wezen dat jouw water beïnvloedbaar is. Ja, en dat gedachten en gesproken woorden dus krachten hebben. En dat als iemand zoiets maar ook tegen jouzelf zegt, ja, dan moet je sterk wezen en zeggen, nee, ik ben meesterschap over mezelf. Ja. Ik ben een goddelijk wezen en ik ben gemaakt door het licht dat in mij zit. En ik genees mezelf. En als jij op dat moment zo gaat denken, ga je ook oplossingen vinden om jezelf te genezen. En ga je niet die shock toelaten die een ander op jou afvuurt. Want je wilt juist van die shock af. En dan weet je ook, als je dus in zo'n negatief proces terechtkomt met een verlies van iets wat soms heel lastig is,
Maar weet dan dat je jezelf ook ondertussen liefde moet leren geven. Ja? Dat je jezelf niet moet vernietigen door middel van een rouwproces of angsten of verdriet. Of, hè, dat je ook jezelf soms rust moet geven. Maar jezelf te denken dat je jezelf niet gaat vernietigen. En als je dus niet lekker wordt, dus als je in zo'n koorts moment zit, of dat je denkt ik voel me niet lekker en ik ben zwak en dat soort dingen, ondersteun dan je lichaam met positieve voeding, dus gezonde voeding, met gezond water, beïnvloed je water ook met liefde, zegen je water, want het luistert naar je. En het luistert niet alleen naar het water dat je drinkt, het zit ook in je. Je cellen luisteren echt letterlijk naar je. Wees daar bewust van. Je kan tegen jezelf praten. Als jij namelijk al denkt, ik wil mijn hand naar links of ik wil mijn hand naar rechts, dan gaat die hand al naar links of naar rechts. Dus het luistert naar je, maar ook je cellen luisteren naar je. Het water in je luistert naar je. En daarom vind ik het zo belangrijk om dit aan jullie te vertellen, dat je jezelf dus positief moet programmeren, en zodat het automatisme wordt. Ja, en dat je dan bewust bent van wat je doet. Dus je gaat jezelf bewust programmeren, zodat het ook een bewuste automatisme wordt. Ja? Nou, ik hoop dat jullie inzicht hebben gekregen met wat ik allemaal vertel. Dus dat woorden en gedachten dus krachten hebben. En dat het dingen zijn. Dus we kunnen daarmee scheppen, naar voren brengen. En dat je jezelf altijd en alle tijden kan genezen. En ik zeg altijd natuurlijk liever voorkomen dan genezen. En daarom leg ik jullie deze informatie uit, zodat je bewust bent van wat je doet met je lichaam en wat er in je zit. En mocht je dan toch in zo'n situatie hebben dat iemand tegen je zegt, nou, je hebt een of andere rare ziekte, weet dan alle tijden dat ziektes ontstaan door gedachtes. Dus door onharmonische gedachten. Dus je bent net als een muzieknoot. Dus hè, muziek, daar zit ook het woord ziek in. Dat ga ik jullie ook nog allemaal uitleggen. Maar je bent dus eigenlijk als een stemmen van een gitaar. Je bent vals aan het spelen. Ja, nou dat klinkt niet prettig. Dat doe je eigenlijk dan ook met jezelf. Dus je doet dingen tegen draad. Je doet dingen tegen je natuur in. Je bent... kritiek heb je op jezelf. Of je zit in een rouwproces. Of wat voor dingen. Dat doet pijn. Alles wat pijn doet, doe het jezelf niet aan. Want daarmee raak je uit balans. En als je niet meer in balans bent, dan creëer je dus een of andere rare ziekte. Of iets. Of verkoudheden. Kan er ook mee te maken hebben. Want mensen zeggen wel eens, ja, een of andere virus. Of ja, je bent besmettelijk. Je kan er verkouden van raken. Of weet ik veel wat. Nou, mijn theorie is dus niet zo. Want mijn theorie is dus anders. Omdat... een virus is nog nooit wetenschappelijk aangetoond. Nou, de wetenschap loopt sowieso met alles en nog wat achter. En wetenschap betekent zo dicht mogelijk bij de waarheid. Ja, een virus is er nog nooit wetenschappelijk aangetoond. En waarom eigenlijk niet? Omdat een virus ook niet aan te tonen valt, omdat het op energie werkt. Ja, een energie-element is het eigenlijk. Energie-iets is het eigenlijk. Dus net als ik vertel, als jij dus bij negatieve mensen in de buurt komt, dan voel je dat, ja? Je voelt het. Je bent niet van steen, je voelt het. Sommige mensen die willen het wegblokken, maar dan voel je het alsnog. Dus die proberen dan toch maar goed te doen, of dit of dat, of in een goed straatje te komen, of toch maar met die mensen om te gaan, ook al is het familie, en hoor je vaak zeggen. Maar doordat je in negatieve energie zit, kan je dus beïnvloed raken door een ander. En daarvan ziek worden, als je daar niet bewust van bent. Daar komt dus ook het woord ill vandaan. Ill komt van het woord evil, ja, dus wicked, en dat komt omdat je zelf of zelf evil bent, of surrounded bent by evil, dus of je bent omgeven van duivelse mensen, slechte mensen, ja, of je bent zelf slecht tegen jezelf, evil, ja, dus als jij kritiek hebt op jezelf, ben je evil, maar ook als je jezelf omgeeft met evil mensen, die jou dus kunnen beïnvloeden of mee kunnen besmetten. En kinderen die ook bijvoorbeeld ingespoten worden met die prik worden ingespoten. En kinderen die, het is gewoon niet goed. Het is troep. Laat jezelf niet negatief beïnvloeden. Kinderen die ik ook om me heen zie die naar school gaan of naar de peuterspeelzaal gaan of weet ik veel wat, komen altijd verkouden terug. Echt, het is niet te geloven. Maar ja, je bent zo begeven met allerlei soorten kinderen. Die ook weer uit allerlei soorten nesten komen. Die allerlei soorten beïnvloedingen met zich meebrengen. De meeste hebben de shot gekregen. Nou, daar word je al ingespoten met allerlei soorten bacteriën en troep.
Dus ja, die energie, die voel je ook. En het is niet zozeer dat dat besmettelijk is, die shot. Hè? Maar dat het wel gedachtelijk, dus die bacteriën die eruit moeten, dus een bepaalde energie die dat met zich meebrengt, die is absoluut besmettelijk als je daar niet bewust van bent. Ben jij je ervan bewust, dan heeft het geen invloed meer op je en kan je het teruggeven aan de zender en van waar deze energie komt. Nou, lieve mensen, ik heb dus fantastische posters zoals ik jullie in de voorgaande video heb laten zien. Willen jullie een prachtige affirmatieposter aanschaffen? Daarmee steunen jullie mij ook om nog meer video's te maken. Dus het poster gezondheid, het poster zelfvertrouwen, de poster liefde, de poster liefdevolle relaties, de affirmatieposter ik hou van mezelf. Affirmatieposter je angst overwinnen. De affirmatieposter welvaart. Met allemaal prachtige teksten. Ik ben succesvol en geliefd. Ik hou van mezelf en ik waardeer mezelf. Ik ben gefocust op mijn doelen. Ik bereik alles waar ik mijn aandacht aan schenk. Ik ben rijk. Ik ben zelfverzekerd. Ik ben een geboren leider. Ik sta voor wie ik ben en wat ik doe. Van boven geven brengt mij plezier en ik ontvang met open armen. Ik bezit totale vrijheid, eigenmachtige soevereiniteit. Gezondheid. Ik vergeef en vergeet het verleden en ik onthoud alleen het goede. Ik kijk vol trots en enthousiasme naar mijn ideale toekomst, die ik bewust zelf creëer. Ik zie mijzelf stralend en jong. Ik ben het goddelijke kind dat altijd jong, vrij en schoon is. En lieve mensen, dat zijn jullie echt. Ja? Jullie zijn altijd mooi, jong en schoon. Want jullie cellen luisteren naar jullie. Praat tegen je lichaam. Nou, ik wens jullie heel veel plezier en ben je nog geen abonnee, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Heel veel liefde en geluk.